Als er niemand komt, kom ik hier nooit meer weg. Ah! Pomni, onderzoek hem. Mijn tand doet pijn, help! Ik smeek je, het is al de hele dag zo. Maak je geen zorgen, ik zorg ervoor. Laten we eens kijken. Niet bewegen. Oh, er zit iets in. Wauw, zoveel snoep. Je weet dat snoep slecht is voor je tanden. Ja, sorry. Alles beter nu. Geen kiespijn meer. Je bent nu gezond. Woehoe, bedankt. Goed gedaan. En hier is je beloning voor het uitstekende werk. Het is van jou. Absoluut niet. Bedankt, Kane. Eindelijk kan ik naar huis. Open. Woehoe. Hé, hij gaat niet open. Wat gebeurt er? Hahaha. Je bent erin getrapt. Je bent zo naïef. Genezen allemaal. Dat is niet wat we hebben afgesproken. Het lijkt erop dat ik hier voor altijd vastzit. Waarom overkomt mij dit? Oh, een nieuwe patiënt. Dokter, bent u hier? Ik kan je niet zien. Hé, wees voorzichtig. De stoel staat hier. En geen handen. Wat is er mis met je? Er is iets mis met mijn knop. Help! Oh, dat ziet er niet goed uit. Maar maak je geen zorgen. Zie je deze brief? En deze? Wacht, ik kan het niet zien. Oh, kun je me überhaupt zien? Nee, alles is wazig. Oh, dit is een lastig geval. Maar ik heb een idee. Hé, Bracketa. Ik ben hier. Oeh, oogdruppels. Precies wat je nodig hebt. Laat me ze toepassen. Zoals dit. Het zou moeten helpen. Zijn we klaar? Dan plan B. Dit moet zeker goed zijn. Wauw, ik voel me veel beter. Wow, ik kan weer zien. Bedankt, dokter. Ik ben zo dankbaar. En dit is voor jou als dank. Mijn sleutel, alsjeblieft. Bedankt, ik ben zo blij. Ik ben 1 stap dichter bij de vrijheid. Woehoe! Wat is dit? Een vampier. Wat doet hij hier? Dokter, wilt u mij helpen? Oh, dus je bent een patiënt. Natuurlijk, wat zit je dwars? Dit. Oh, nu zie ik het. Mag ik het aanraken? Nee betekent nee. Laten we dan proberen ze kwijt te raken. Maak je geen zorgen, ik ben de beste dokter in het circus. Lijkt stevig. Hey, Kloink. Ik ben onderweg. Hallo, ik heb je hulp nodig. We moeten deze hoektanden eruit trekken. Geweldig, nu. Vang. Snoepjes. Oeh, en dan, ben je tevreden? Eindelijk. Bedankt, dokter. Oh, wacht, niet huilen. Ik zal een vervanger voor je zoeken. Zo cool. Bedankt. Tot ziens. Ik vraag me af of het werkt. Oeh, dat is luid. Wauw, wat is dit? Ben je hier om mij te zien? Dokter, doe hier iets aan. Hoe is dit gebeurd? Oké, ik zal zoveel mogelijk helpen. Laat haar gaan, nu meteen. Zo koppig. Wil je het niet op de makkelijke manier doen? Oké, laten we dan de trucjes proberen. Wie is er bang voor kittelen? Oh, stop hem. Ik kan zo niet rondlopen. Maak je geen zorgen, ik heb alles onder controle. Trum, trum, trick. Nu kunnen we hiermee aan de slag. Laten we beginnen met de operatie. Eerst brengen we een verzachtige crème aan. Helemaal over de streep. Zo goed als nieuw. Probeer het eens. Oh, dat is veel beter. Bedankt, dokter. Je bent de beste. Bedankt, ik weet het. Wat? Nog een telefoontje? Oh, hallo. Ik ben onderweg. Hallo, is er iemand? Heb je om een dokter gebeld? Oh, heb je hulp nodig? Help, mijn tanden. Vreselijk. Brr, maak je geen zorgen. Ik heb een noodpakket bij me. Daar zit al het benodigde gereedschap in. Wauw. Reken maar. Laten we beginnen. Nee, alsjeblieft niet. Ah. Oeps, ik heb het door elkaar gehaald. Laten we beginnen met katoen. Oh. Mag ik even kijken? Cool, ik vind ze leuk. Ik ben zo blij. Hé, een momentje. Ik kan eindelijk weer op mijn favoriete snoepjes kauwen. Absoluut niet. Weet je niet dat dat slecht is voor je tanden? Hier, je kunt beter op een appel kauwen. Het is geen chocolade. Nou, oké. Trouwens, dit is voor jou. Woehoe! Nog eentje. Bedankt. Je bent geweldig. Nog even en ik ga hier weg. Ja, ben je hier voor mij? Maar dit maakt mij gek. Ik heb de hele dag jeuk. Kun je me helpen, dokter? Laten we eens kijken wat ik kan doen. Ga zitten, voorzichtig. Laten we je onderzoeken. Laten we je uitkammen. Uitstekend, we hebben een monster. We moeten het bestuderen. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Oh nee, het zijn vlooien. Dat is verschrikkelijk. We hebben dringende maatregelen nodig. Jeukt nog steeds. Het is maar voor een korte tijd. Huh? Het blik is leeg? Oh, dat is het probleem. Jongens, like deze video zodat we Catnap kunnen genezen. Hij heeft jullie hulp echt nodig. Jongens, ik smeek jullie. Deze vlooien maken me gek. Kijk, het werkt. Als je het leuk vindt, zullen we hem nu genezen. Heel erg bedankt. Hij zou zich nu beter moeten voelen. En dan, hoe voel je je? Laten we hier weggaan. Ik hoop dat het geholpen heeft. Oh, bedankt dokter. Ik voel me veel beter. Wauw. Gaat het met je? Auw, mijn poot. Sta op. Gewoon geen plotselinge bewegingen. Phew. Laten we een röntgenfoto maken. Maak je geen zorgen. Dit is waar ik bang voor was. Het been is gebroken. We hebben een operatie nodig. Steriliteit is het belangrijkste. Laten we nu aan het werk gaan. Een incisie maken. Ja, nog een zoete kou. We zullen dit uit het dieet moeten schrappen. Hoe is het daar binnen gekomen? Ja, het belangrijkste is om belangrijke slagaders niet te beschadigen. Phew, nu is het tijd om met het pot om te gaan. Gelukkig is het een gesloten breuk. Zoals dit. Dit zou moeten helpen. Laten we opruimen en we kunnen beginnen met naaien. Wees de volgende keer voorzichtiger. Doc, je bent een wonder. Het is mijn werk. Ga zitten. Woehoe! Let's go. Veel succes. Ben je hier voor mij? Doc, bent u hier? Ja, kom hier. Daar heb ik een probleem mee. Hallo, ik ben hier. Kan hij mij niet zien? Ga alsjeblieft zitten. Dus hoe kan ik je helpen? Ik weet het. Geef me een momentje. Wij lossen je probleem op. Kom op. Het zou moeten werken. Laten we kijken. Ik wist niet dat ik zoveel tweelingen had. Oh, ik denk dat ik het overdreven heb. We moeten al het overtollige verwijderen. Ik hoop maar dat het helpt. Ik kan niets meer zien. Dus wat moet ik nu doen? Een ogenblik. Deze zouden moeten passen. Voilà, bang. Woehoe, ik kan weer zien. Wat een prachtige dag. Pas op. Dokter, ik heb je hulp nodig. Tjup. Brr, wat een kou. Ik laat je met rust. Zorg dat je niet verkouden wordt, dokter. Maak je geen zorgen, ik zorg voor je. Kom naar de bank. Oké, Doc. Ga zitten, ik zal je onderzoeken. Wauw, er ligt hier een hele ijsberg. Er moet een manier zijn om hiervan af te komen. Het is moeilijk. Troom trick, hou vol. We hebben iets serieuzers nodig. Troom trick, geweldig. Klaar? Het lijkt erop dat we vooruitgang boeken. Doc, ze zitten nog steeds op mij. Wat moet ik doen? Even nadenken. Geen paniek. We hebben monsters nodig. Ja, de cocktail is op deze manier veel lekkerder. Ik heb het. Laten we deze gletsjer smelten. Maak je klaar. Het wordt heet. Ik geloof in je. Helpt het? Wauw, ongelooflijk. Je hebt het gedaan. Dit is voor jou, dokter. Bedankt. Mag ik het aan? Natuurlijk. Een fijne dag verder. Ah, en jij ook. Nog even en ik ga hier weg. Tot ziens. Klaar. De vitamines komen goed van pas. Oh, dokter, hallo. Hey, heb je een bot voor me meegebracht? Zo lief. Hoe kan ik je helpen? Mijn staart is weg. Dat is alles. Ik denk dat ik het wel aan kan. Alles wat we nodig hebben is hier. Ben je klaar? Ja. Uitstekend. Dit serum brengt je staart terug. Wat zeg je? Dit is niet mijn staart. Oh nee, juist, dat is voor catnap. Oeps, niet gecheckt. En hier is je voorbeeld. Deze keer gaat het zeker lukken. Oeh, mijn staart zit weer op zijn plek. Bedankt, dokter. Ha, ik ga het nu inhalen. Het lijkt erop dat je plezier hebt. En vergeet het pop niet. Ik breng het nu. Wat een schatje. Hallo, wat? Een noodoproep? Ja, ik ben er al. Hoi, Kafmo. Je belde? Wat is er vandaag met jou aan de hand? Iemand maakte een grapje met me. Nu zie ik eruit als een puinhoop. Help me. Ik kan er niet meer tegen. Dit is gewoon verschrikkelijk. Dit zal helpen. Veeg mij schoon. Oh, wacht even. Wat is die geur? Bah, ik heb me hier niet voor aangemeld. Maar ik moet helpen. Dit zou gemakkelijker zijn. Een bezem is niet genoeg. We hebben iets sterkers nodig. En laten we nu aan de slag gaan. Weg met al het afval. Wow, verfrissend. Wat? Waar kwam die duif vandaan? Vreselijk. Laten we doorgaan. Kijk, je bent bijna schoon. Nog een klein beetje. Wauw, zo goed als nieuw. Bedankt, dokter. Altijd bereid om te helpen. Dus wat is dit? Het lijkt erop dat iemand een huwelijksreis heeft gehad. Geef het terug. Oh. Oh. De sleutel. Waar is het? Maar toch, bedankt. Bah. Doei. Eén stap dichter bij de vrijheid. Geweldig, het past. Slechts 1 over. Ik vraag me af van wie het is. Het kan iedereen zijn. Oh, hallo. Hi, Doc. Wauw, je bent zo mooi vandaag. Oh, je laat me blozen. Ga zitten. Wat zit je dwars? Ze is gewoon ongelooflijk. Kun je me horen? Ga alsjeblieft zitten. Ik heb nog nooit zo'n schatje gezien in mijn leven. Ik kan het absoluut niet horen. Ik zie verband om je oren. Dit zal werken. Ga zitten. Oh, ja, natuurlijk. Dat is geweldig. Laat mij je onderzoeken. Dat is raar. Er zit iets vast. Wauw, hoe is dat daar binnengekomen? Ben jij een goochelaar? Wauw. Alles goed? Bijna. Oh. Dit is voor jou. Pomni, ik begreep alles toen ik je zag. Oh, het is zo schattig. Schat, wil je mijn vrouw zijn? Dat wil ik. Accepteer deze ring dan als een teken van mijn loyaliteit. Gefeliciteerd. Wow, ik hou van je. Ik ben blij voor ze. Iemand houdt ons in de gaten. Hey, kom bij ons. Oh, achter je. Was het echt? Hey. Ha? Wat moeten we doen? Wacht, we helpen. Wacht even. Ik vind ze niet leuk. Goed bezig. Ja. Oh nee, alleen dat niet. Ben je iemand vergeten? We zitten in de problemen. We zullen ze beschermen. Ik denk dat het tijd is. Geef mij de kinderen. Graag. Ja, laat het hem zien. Trum truc. Ha! Woehoe, we hebben gewonnen. Je bent zo cool. Bedankt, we willen worden zoals jij. Waarom niet? Ik heb een lijstje voor de baby. Precies, en dit is voor jou, mijn vriend. Cool, troem truc. Nu kunnen we beginnen met de makeover. Ha, schat, ik weet zeker dat alles goed komt. Ik heb al iets voorbereid. Zo cool. Het is niet alles. Hier is alles wat we kunnen gebruiken. Dit is genoeg om te beginnen. Laten we geen tijd verspillen. Binnenkort herken je jezelf niet meer. Echte circusartiesten weten dat make-up heel belangrijk is. En ook nog eens mooi. Haha, gewoon geweldig. Haha, gewoon geweldig. Bedankt, Pomni. En blush. Ha, ik ben net als jij. Gaaf! Ik vind het leuk! Dat is geweldig! En blush? Ha! Ik ben net als jij! Toch? Jongens, doei! We moeten gaan! We hebben geen make-up nodig, toch? Je hebt gehoord dat circusartiesten make-up nodig hebben. Oh, we moeten iets eten. Maar we mogen make-up ook niet vergeten. Dat is voldoende. Weet je dit zeker? Oh ja. Ja, dit wordt een echt meesterwerk. Hé, hey. Nou dat is genoeg. Oh, allemachtig. Cool. En je twijfelde eraan. Troem truc. Eerst klaar. Ook al. Waar kunnen we een trui krijgen? Denk. Ik heb een idee. Wacht hier op mij. Ik hoop dat hij snel terugkomt. Oh, ik hoop dat ik niet te laat ben. Beste publiek, nu is onze grote sterrenshow. Pomni! Applaus voor Jax. Heb je mij gemist? Pomni, alles komt goed. Ik heb een optreden klaar. Ja, wie kan het herhalen? Wauw, zo cool. Bedankt voor uw aandacht, dames en heren. Je bent echt cool. Nu is het mijn beurt. Tijd om trucjes te laten zien. Waar is het? Laten we Pomni steunen. Ik heb het gevonden. Oh, het is een wonder. Wauw. Dit is niet alles. Wil je helpen? Natuurlijk. Troem truc. Hier ben ik. Haha. Vond je onze show leuk? Jax, ik ben een beetje bezorgd. Ik heb het allemaal gedeklieverd. Weet je nog wat je moet doen? Hey, kun je me steunen? Natuurlijk. Troem, troem, truc. Ze verdween. Is dit geen wonder? Woeps. Nee, nee. Je kunt daar niet heen. Schat, schiet op. Ik weet het. Puf, ik had niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn. Hé, schat. Hallo? Wat is er met jou aan de hand? Ben jij een vlaggenmast? Laat maar, ik zal je een trucje laten zien. Ik heb iets voor je. Troem truc. Wil je wat snoep? Het is allemaal voor jou. Wow, bedankt. Geen probleem. Eten. Huh, je hebt ook een bed nodig. Deze vlaggetjes komen goed van pas. Geweldig. Troem truc. Zo glanzend. Gewoon geweldig. Wil je me helpen, schat? Nu gaan we een pet voor je maken. Knip de vorm van de horens uit de plano's. Nu heb je een hoofdband nodig. Laten we het buigen. Zo sterk. Maar ik ben sterker. Voeg een hoofdband toe. Precies wat we nodig hebben. Laten we over de blanco gaan met een lijmpistool. Ja! We kunnen nu alle onderdelen verbinden. Soortgelijk. Gewoon perfect. Nu kunnen we versieren. Laten we een gouden harnas langs de hoofdband lijmen. Gewoon mooi. Wil je het passen? Klaar. Wow, je bent zo cool. Oh, kaf. Zo geweldig. Ja, maar het kan beter. Troem truc. Wow, ik ben nu net als jij. Ik ben zo blij dat je het leuk vindt. Nog één ding. Klaar. En het gaat goed met ons. High five. Jax heeft niet zoveel haast. Opluchting. Het is zo koud hier. Jax. Hey schat, waarom tril je? We zullen het nu oplossen. Deze kleur staat je geweldig. Bedankt. Ik heb nog steeds geen trui voor je gevonden. Tijd om het te doen. Ik ben een uitstekende wever. Wees niet bang. Kom naar mij. Wat? Wat is dat? Ik dacht dat het een trui zou zijn. Kom op. Ik heb gedaan wat ik kon. Oh, kijk. Misschien kunnen we spelen? Het belangrijkste is om de groene bal te raken. Goed idee. Laten we het proberen. Focus en je zult slagen. Ja, ik ben er klaar voor. En dan ga je. Laten we gaan. Altijd maar voor de prijs. Oh, zo spannend. Maar ik kan het zeker aan. Raak gewoon geen oranje. Kom op, kampioen. Stop ermee. Je verpest het. Oeps, sorry. Dat is alles. Nu of nooit. Woehoe, ik heb het gedaan. Wauw, geweldig gedaan. Je hebt het gedaan. Jee. Ja. Oh, hier is je prijs. Wauw, een naaimachine. Dat misten we. Auw. Ah, dat is genoeg. Ik snap het. Geweldig. Nu kunnen we gemakkelijk een trui zoals de mijne voor je maken. Ja, dat is handiger. Draad met een naald. Ja, klaar. Baby, pas het eens. En het staat je goed. Bedankt, het ziet er geweldig uit. En het is ook nog eens warm. High five. Troom truc. Weer een punt klaar. Het lijkt er te zijn. Hou! Kom op, wees niet verlegen. Misschien kun je een nieuwe attractie uitproberen. Krijg je een prijs? Ha, het is precies goed voor een baby. Ik moet het pakken. Wens me succes, jongens. Daar ben ik het mee eens. Mag ik proberen? Geweldig! Wauw, en hij is zwaar. Ik wou dat ik kon blijven staan. Ho, dus wat? Ja, dit is absoluut geen record. Je bent zo grappig. Zelfs een kind zou harder slaan. Haha, stop met mij te bespotten. Wacht, dit is mijn kans. Hoe meer likes, hoe meer kracht. Jongens, ik heb echt jullie hulp nodig. Like deze video, zodat ik een kostuum voor de baby kan winnen. Nu kan ik het zeker aan. Je bent gewoon ongelooflijk. Troom truc. Ja, het was gemakkelijk. Ik won! Wow, wat een wending! Het kostuum is van jou! Bedankt! Doei! Hey, geef me de hanger terug! Ik heb hem van huis meegenomen. Zo schattig! Schat, ik heb een verrassing voor je. Het zal je goed uitkomen. Cool, het past zo goed. Dit is geweldig! Snel! Ik wil je iets laten zien. Kijk nu! Wat ben je van plan? Je zult het nu zien. Ben je klaar? Troom truc! Ik heb een zaak voor je gemaakt. Wow, je bent een echte tovenares. Bravo, net als jij. Oh, bowlingkampioenschap. In de finale zien we Michael Jacks. Het publiek hield de adem in. En gooi. Schat, laat me helpen. Het zal werken. Laat me niet in de steek. Nu ga ik er zeker heen. Sla toe. Wauw, het was episch. Ja, ik heb het kampioenschap gewonnen. Heb je het gezien? Wat een schot. Ben je oké? Puf. Michael, we zijn de oren helemaal vergeten. We moeten het dringend repareren. Slechts 1 minuut. Ik denk dat ik ze kan maken van wat ik heb. Laten we beginnen. Laten we eerst de vorm van de lange oren uitknippen. Klaar. Bedankt. Schaar. Oren zijn klaar. Nu moeten we ze verbinden. Lijm ze rond de rand. Stof toevoegen. Nu kunnen we knippen. Klaar. Laten we het nog een keer herhalen. Goed. Ik vind dat het er goed uitziet. Troom truc. Dit is wat je nodig hebt. Je hoeft ze alleen nog maar aan de hoofdband te bevestigen. Wauw, het is gewoon geweldig geworden. Michael zal het geweldig vinden. Schatje, kom hier. Ik ben hier. Wauw, zo cool. Bedankt. Kunnen we doorgaan? Ja, kom op. Wat denk jij? Erg lekker. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Het is oké, maar je moet de korte broek verwisselen. En ijs. Maak je geen zorgen. Hoe zit het met een rok? Geweldig. Laten we magie toevoegen. Troom truc. Huh? Dit is niet wat ik wilde. Ha, stop. We moeten het opnieuw proberen. En hier is het. Goed. Ga je het proberen? Gewoon perfect. Ja. Bedankt, Pomni. Het is zelfs beter dan ijs. Wat een coole dans. Laten we gaan, schat. Waar is Jax? Nou, goed, goed. Ik heb ook honger. Ik heb echt zin in een tussendoortje. Schat, hoe gaat het met je? Ik heb zo'n honger. Oh, zeker. Ik ga nu iets zoeken. Hier, help jezelf. Geweldig. Bedankt. De jumpsuit is geweldig. En hij staat op de lijst. Het is tijd om ook een jumpsuit voor jou te vinden. Je moet de paskamer bekijken. Oké, ik doe het zelf. Ik ben geen kind meer. Bereid je voor op magie. Troom truc. Dus, werkt het? Kan ik even kijken? Ah. Wat heb je gedaan? Wat voor soort Jurassic Rodeo is dit? Dit is geen jumpsuit. Laten we het opnieuw proberen. Gewoon sneller. Maak je geen zorgen. Troem, troem, truc. Mag ik binnenkomen? Het werkte. De jumpsuit is gewoon prachtig. En ik ook. Ontzettend bedankt. En je was bezorgd. Oh, kijk. Daar komt de zus. Hallo allemaal. Oh, allemachtig. Even kijken. Het is gewoon geweldig geworden. Ja, toch? Ja, we zijn nu de coolste. Ja. Showtime. Kom op, laten we ons best doen. Met plezier. Laten we gaan. Doei. Veel succes. Oh, wie is dit? Hallo, ben je hier? Elsa. Hallo, Pomni. Ik heb een cadeau voor je. Wil je het zien? Je vraagt het? Natuurlijk. Bedankt. Neem aan. Ah, wat zit erin? Game. Ha, had je niet verwacht mij te zien? Ik heb ook een verrassing voor jou. Oh nee, wat is er mis met ons? Waarom is het tapijt zo groot? Welkom in je nieuwe huis. Laten we gaan. Met plezier. Dag. Er is een uitgang. We hebben een kans om te ontsnappen. Oh nee, die is gesloten. Kijk, de deur gaat open als we onze kleine huisjes bouwen. Hoe doen we dat? Is dat Kane? Dit is voor jou. Verveel je niet. Wow, hier zijn ze. Is er nog iets? Controlelijsten. Oh, nu is het logisch. Veel succes. Ik weet zeker dat we het aankunnen. Ja, en dit moeten de materialen zijn. Leuk, de verven. Ik knip de onderdelen uit. En ik ga ze schilderen. We zullen ook niet alleen maar blijven zitten. Laten we gaan. Waar moeten we beginnen? De muren. Geweldig. Laten we ze schilderen. Met een spuitbus is het gemakkelijk. Ons huis zal het helderste zijn. Is het niet prachtig? Alsjeblieft. Tadam. Oh, niet slecht. Ik heb ook een idee. IJzige troemtruc. Laten we eens kijken wat we hebben. En nu? Wacht. Olaf, wat is er aan de hand? Vernietig de toverstok niet. Neem deze. Oh, je hebt gelijk. Dit zal sneller zijn. Oké, laten we gaan. Haal wat verf en ga op volle kracht vooruit. Wat een delicate kleur. Ik vind het leuk. Goed gedaan, Elsa. En de kleur is prachtig. We moeten bedenken wat we nu moeten doen. Hoe zit het met het dak? Ik laat het lijken alsof we in een circus zitten. Welke stof moet ik kiezen? Oh, wat als ik beide kies? Precies. En hier is de naaimachine. Laten we onze lapjes aan elkaar naaien. Klaar. Wow, dat is geweldig. Net als in een circus. Niet echt. We hebben de vlaggen ook nodig. Hoeveel zijn het er? Laat me helpen. Kijk, op deze manier zal het veel gemakkelijker zijn. Heel erg bedankt. Laten we nu alles ophangen en vastzetten met de nietmachine. Ongelooflijk. Tijd voor de vlaggen. Hier. Oh, ik hou ervan. Elsa, kijk eens wat ik heb gevonden. Ik denk dat het van pas zal komen. Geweldig. We kunnen de onderdelen die we nodig hebben uit schuim snijden. Cool. Troem truc. Net als ijspegels. En nog een paar. Precies wat we nodig hebben. Laten we nu het dak versieren en... besprenkelen met sneeuw. Wauw, het is beter geworden dan ik had gedacht. Geweldig. Ik heb een engel gemaakt. Kijk, net als een kind. Laten we sneeuwballen gooien. Het dak is klaar. Ik vind deze deur niet echt leuk. Maar wij lossen het nu op. Voilà. Laten we de contouren tekenen. Dat is juist. Aha. En laten we nu alles verwijderen wat we niet nodig hebben. Dus wat hebben we? Gewoon perfect. En hier is mijn speciale roller. Laten we ons frame schilderen. Klaar. Hoe kunnen we anders de deur versieren? Ik denk dat dit zal lukken. Geweldig. Het Het ziet er mooi uit. Opluchting. Oh, ik was het helemaal vergeten. Hey Hoed, nu is het eenvoudiger. En nu? Kom op, ik zal je in poeder veranderen. Niemand zal aan mijn knuppel ontsnappen. Oh, je bent een harde noot. Wauw, wat een prachtige slinger. Oh, er is zelfs cashback. De baby zal het leuk vinden. Hallo mama. Oh ja, bedankt mam. Laten we het aantrekken. Oh wauw, is het goud? Zo cool. Bedankt mama. Ik zal je niet afleiden. Ik ga naar het kleine huis. Geweldig. Nu hebben we de mooiste deurgordijnen. Laten we ze repareren. Ik heb het gedaan. Nog een stap. Klaar. Geweldig. Wauw, dat is geweldig. Ik vind het geweldig. Ziet er zo mooi uit. Oh, wauw, bedankt. Veel succes. Klaar. Laten we nu verder gaan met snijden. De ijspegel zal me helpen. Oh. Het is niet zo eenvoudig als ik dacht. Olaf? Wat is daar? Een helpende hand. Ik bedoel, een puzzel. Bedankt. Ik neem het vanaf hier over. Wauw. Alsjeblieft. Bemoei haar niet mee. Geweldig. Tromtruc. Wauw. Net als in het ijspaleis. Laten we het proberen. Auw. Val niet op mij. Gaat het? Misschien heb je lijm nodig. Nee maar. Bedankt, Pomni. Wat zou ik zonder jou doen? Er is geen lijm meer. Oh, ik weet het. Frozen. Troom. Wat? Is mijn magie verdwenen? Ik wist het. Jongens, help alsjeblieft. Like deze video zodat mijn krachten terugkomen. Elsa heeft je hulp echt nodig. Een paar likes en alles komt goed. Oh ja, nu voel ik het. Ik kan een ijstijd creëren. Nu zal het zeker niet vallen. Bedankt, Pomni. Heb je trouwens nog mooie gordijnen? Sorry, Elsa, maar we kunnen nieuwe maken. Ik denk dat dit voldoende is. Alsjeblieft. Geweldig. Doe een stapje terug. Wacht. En laten we er nu een mooi gordijn van maken. Het werkt. Wow. Pomni, je bent een genie. Nu zijn onze ijzige deuren klaar. Heb ik iets gemist? De koningin verlaat het gebouw. Ha, kijk eens wat ik vond. Cool, vang het. Wauw. Oké, laten we gaan spelen. Let op mij. Wauw, ik weet hoe het moet. Kijk, perfect. Wacht, ik heb een idee. Precies. We kunnen hier een uitstekend frame van maken. Ik hoop dat het lukt. We hebben een lijmpistool nodig. Laten we langs de hula hoop gaan. Dus wat, werkt het? Troom, troom, truc. Laten we ons frame versieren. Oh, niet slecht. We moeten de lenzen pakken. Aha. Nu, troom, truc. Daar ga je. Het raamoog is klaar. Gaaf, hè? We kunnen weer een item afvinken. Elsa, doe het raam dicht. Het is fris. Ja, je hebt gelijk. We hebben ook een raam nodig. Oef, gewoon perfect. Oh, het is koud. Oh, ik heb een idee. We kunnen het ook versieren met sneeuw. Het zal er prachtig uitzien. Een beetje hier en hier. Er is geen limiet aan perfectie. Laten we ijzige patronen op het glas tekenen. Zo mooi. Oké, we komen dichter bij ons doel. Wat is het volgende? Oh, gaaf. Oh, en wat is dat? Een ballon? Is deze van jou, meiden? Ja, zoveel pret. Hé, stop ermee. Oh, deze kinderen. Wacht even, ik heb een idee. Hé meiden, gooi het hier. Je hebt het gehoord, mam. Kom op, vang het. Ja, meer. Oké, vang het. Haha, gewoon zomaar. Makkelijk. Ga, Pomni, je kunt het. Dus, wat vind je van ons huis? Nu lijkt het op een klimmuur. Troom, truc. Dit is voldoende. Geweldig gedaan. Ik moet even inhalen. Vouw het papier meerdere keren en knip het uit. Nu hebben we prachtige sneeuwvlokken. Teken het stencil zorgvuldig over. Niet slecht! Hey Pomni, kun je helpen? Zeker meisje, stap opzij. Je kunt het! Twijfel er niet aan, ik ga zeker slaan. Ga Pomni! Hihi! Ja, het werkte! Zo mooi! En jij hebt het ook geweldig gedaan. Wow, je bent ook cool. Meer? Met plezier. Ik zou dit de hele dag kunnen doen. Zoveel! Trom truc! Ninja sneeuwvlokken! Wow, goed gedaan! Bedankt! Ik zou het nooit doen zonder jou. Laten we de muur dan vinken. Gewoon wauw! Nu de windwijzer. Oh, ik kan er niet bij. Ik ben zo dichtbij. Oh, ik moet Pomni helpen. Troom, troom, truc. Wat is dit? Oeh, bedankt Elsa. Geen probleem. Vraag het mij op elk gewenst moment. Nu kan ik alles doen. Geweldig. Klaar. Bedankt meid. Je hebt me enorm geholpen. Geen probleem. Mag ik meedoen? Oh, ben je er ook klaar voor? Ja, ik heb de Everest beklommen. Je bent zo'n extreme kerel. Oh, het lijkt erop dat de meisjes een verrassing hebben. Mam, kijk, ik heb een teken gemaakt. Ik ook. Brave meiden. Dit wordt de belangrijkste versiering. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Lieverd, je bent getalenteerd. Laten we gaan? Haha, ik ben de eerste. Schattig. Schat, ik vind het geweldig. Kijk, wij hebben nog iets over. We hebben een hek nodig. Je hebt gelijk. We moeten nog een hek maken. Ik heb een idee. Tijd om serieus te spelen. Ik zal je helpen. Huh? Wat is dat geluid? Wat doen ze daar? Wees stil. Hoi, ben je je leven beu? Oh nee, hij gaat ons nu pakken. Ha! Waar is de andere? Je zit in de problemen. Als je het kind wilt zien... moet je Pomni worden. Kan je me horen? Wat gemeen. Hé, hey, laat me eruit. Hé, hey, shh. Oh, nu wil je bevelen geven. Het is oké, ik zal een uitweg vinden. Is het gesloten? Wacht, wat is dit? Ik denk dat ik het snap. Ik moet Pomni worden. Ik wil niet dat je je verveelt. Hier, neem deze checklist. Oké, laten we het proberen. Geweldig. Ik heb een idee. Troom truc. En daar komt de sneeuw. Vang het. En wat betekent dat? Wauw, Olaf. Hoi Elsa, ik ben een goochelaar. Troom truc. Wow, je bent een echte tovenaar. Wat zit erin? Laten we het openen. Alles wat je nodig hebt om je gezicht schoon te maken. Wacht, laten we eerst een kast maken. Troom truc. Laten we nu de procedure starten. De stippen verwijderen. En de wenkbrauwen trimmen. Laten we het proberen. Wow, dat is zoveel beter. Het eerste is klaar. Dus, laten we eens kijken wat het volgende is. Een sneeuwbal. Dat is vreemd. Oh, ik weet het. We stofzuigen het. Een like? Jongens, like deze video om de volgende uitdaging te ontgrendelen. Wow, geweldig werk! Nu moeten we de ogen maken. Kies een kleur uit het palet. Rood is voldoende. Oh, niet slecht. Maar het kan beter. En nu is het perfect. Net als Pomni. Ik ben klaar voor de volgende taak. Waar is mijn sneeuwbal? truc. Oh, bedenken. Ik denk dat ik dit wel aan kan. Laten we eens kijken wat ik heb. Oh nee, alles is bevroren. Wat moet ik doen? Hier moet iets nuttigs zijn. Wow, een beautybox voor 1000 punten. Werkt voor mij. Wow, wat is het zwaar? Wat is er mis mee? Ga opzij. Wow, goed gedaan. Het werkte. Nu kan ik het. Bedankt, Olaf. Laten we beginnen met de schaduwen. Zo glanzend. Laten we een beetje voering gebruiken om de wimpers en contouren te definiëren. Nu blush en lippen. Ik hou ervan. Laten we doorgaan. Volgende taak, kapsel. Hé, wat ben je aan het doen? Het doet pijn. Oh, het spijt me zo. Alles goed met je? Ik ben moe. Hé, wat was dat? Waar is de cel? Oh, het zal niet werken. Blijf hier. Hé, wie heeft het licht uitgedaan? Het is een magische cilinder. Ik weet zeker dat het je zal helpen met je haar. Oké. Ben je er klaar voor? Troom, troom, truc. En dan? Wow, en Olaf is een echte tovenaar. En dit is voor jou. Wow, ik ben een echte schoonheid. Huggy, tijd om onze vrienden te bezoeken. Hé, wie ben jij? Ik ben Huggy. Leuk je te ontmoeten. Hé, wat is dat? Dat is je doel. Weet je nog? Ga ermee om. Huh? Alsjeblieft niet. Het is te laat. Wow. Oh nee, ik heb het verprutst. Oké, nu doe je Elsa geen kwaad. Snap het. Hou op, Olaf. Doe dat alsjeblieft niet. Dit doet hem pijn. Je hebt heel veel geluk. Bedankt, je bent mijn held. En jij? Oh, wauw. Wat jammer. Vertel het aan niemand. Dat is grappig. Oh, dit kan ik wel gebruiken. Wat kan ik maken? Precies. Ik heb nog een kostuum nodig. Laten we de hoed gebruiken. Troom, troom, truc. Het kostuum is klaar. Het is zo mooi. En het past bij mij. Er is nog iets. Wat een coole blaster. Zijn dit handschoenen? Ik kan ze wel gebruiken. Wat is dat? Lijkt op een luik. Ik vraag me af wat daarachter zit. Dit is mijn kans om eruit te komen. Ik ben klaar. Ik heb de armouwen nodig. Volledige onderdompeling. Hoe durf je? Denk er niet eens over na. Hé, het is precies wat ik nodig heb. Cool. Ik ga het toch proberen. Niet zo snel. Dit zal je tegenhouden. Wow. Waarom is het hier? Oh nee. Nu kom ik er nooit meer uit. En hoe vind je dit? Eeuw, wat is dat? Mijn handen zitten aan elkaar. Ik moet hier vanaf. Oh, wauw. De handschoenen. Oh, nee. Hier kom je niet mee weg. Ze begint steeds meer op Pomni te lijken. Wow, er is nog maar een klein beetje over. Pas op. Het wordt een bom. Vang hem. Hé, ik heb het niet nodig. Wat bedoel je? Auw, het is heet. Je mag het houden. Oh nee, hij staat op ontploffen. Ik moet hem bedekken. Sneller. Gewoon dit niet. We moeten ons verstoppen. Het is zo eng. Wees niet bang, ik zal je redden. Nee! En jij? Coole jongens kijken niet naar explosies. Wow, dat was cool. Nu is hun spel voorbij. Oh nee, arme Olaf, leef je nog? Natuurlijk, het is niets. Olaf, je bent mijn held. Maak me niet meer zo bang. En jij, Kane, je krijgt wat je verdient. Oh, mijn oog. Goed gedaan. De wraak. Oké, nu zit je in de problemen. Ik zie niets. Waar zijn mijn druppels? Puf, veel beter. Een tussendoortje helpt tegen deze stress. Kane, kom naar mij toe. Troem, troem, truc. Geweldig. Mijn favoriete donuts. Wat een lekker tussendoortje. Er zit iets vast. En nu kan ik tv kijken. Wow, wat is dat? Genoeg. Hé, ik heb iets dat iedereen leuk zal vinden. Pomni's kroon. Hij staat op de lijst. Schiet op, bel me. Er is nog maar 1 over. Ik moet het pakken. Hoor je me? Wie is dat? Hé, je zult het niet krijgen. Dat is gemeen. Wacht tot ik bij je ben. Wat als ik ze combineer? Bzzz. Hoe ben je hier gekomen? Hier is het. Raak het niet aan. Dat is het. Jij zit in de problemen. Kalmeer. Kom hier. Slechts 1 minuut. En we zijn er weer bij je. Waarom ontspan je hier? Maak geen ruzie met mij. Woehoe, de kroon is van mij. Zo mooi. Het is tijd om eruit te komen. Wow, het is mij gelukt. En wat is dat? Ik kan er iets van maken. Oké. Versier hem met steentjes en de halsband is klaar. Maar weet je... Geweldig! Ik gebruik mijn spionagegadget. Ze heeft geen idee. Neem het cadeau. Wow, zo mooi. Ik hou ervan. Laten we onze halsband versieren. Lijm het met hete lijm. Lief. Nu ben je in mijn macht. Zo mooi. Wat een coole hamer. Het is tijd om de laatste taak uit te schakelen. Ben je er klaar voor? Troem truc. Schoenen. Het laatste wat nog over is. Ja, mijn sneakers zullen het niet doen. Wat moet ik doen? Oh, ik vraag me af hoe je hiermee omgaat. Heeft ze alle taken voltooid? Ik laat je niet uitgaan. Ik haat je. Kom naar mij, Huggy. Baas, waarom ben je zo boos? Wacht. Pak haar aan. Nee, ik heb me hier niet voor aangemeld. Dat is genoeg. Hoe durf je nee te zeggen? Ja. Ik zei, maak haar af. Kom hier terug. Kane, wat heb je me aangedaan? Laat me alleen. Kleine jongen. Niemand kan zich voor mijn detector verstoppen. Oh nee. Misschien helpt dit mij? Ik verstop me in de tv. Oké. Ik moet opgaan in de omgeving. Hé, wat? Een meisje? Ik moet opschieten. Oh, ik ben Michelangelo. Wie heeft de tv aangezet? Kawabanga! Ik kan mijn ogen niet geloven. Snap het. Auw! Ik wist niet dat het een 3D-tv was. Oh, nu ben ik Ladybug. Ik vind het leuk. Hé, wat is er mis met deze televisie? Wie is daar? Oh nee, hij weet het. Nou, leuk geprobeerd. Maar ik ben degene die de show kiest. Wacht, ik zag het meisje. Ze is er. Dan stellen we het uit. Volg mij, sneller.